kent het wel. Je wordt wakker in de ochtend, je gaat naar de badkamer en vervolgens kijk je in de spiegel en denkt van wow, wat ben ik een aantrekkelijk stuk lekkerheid. Vervolgens wil je dit moment delen door een foto te maken en die op Instagram of Facebook of wat voor social media dan ook te posten. En je kijkt naar de foto en denkt van wie is deze walvis? In deze video ga ik je laten zien hoe jouw telefoonkamer je hevig voor de gek kan houden. Welkom bij Kort en Bondig. In Kort en Bondig leg ik je kort uit hoe dingen werken en waarom ze zo zijn. In deze aflevering ga ik dieper in op hoe zien mensen jou nou echt. Het scenario wat ik dus net heb verteld is dus dat je in de spiegel kijkt en denkt van ik zie er heel mooi uit. Maar dit is niet helemaal hoe mensen jou echt zien. Je moet het zo zien. Hiernaast mij zie je twee foto's waarvan er eentje omgekeerd is en eentje hoe je jezelf ziet in de spiegel. Feit is dat wat je in de spiegel ziet, dat het niet je echte ik is. Zo zien mensen je dus niet. Mensen zien een omgekeerde versie van jezelf. Ik zal het even snel uitleggen. Om deze uitleg beter te laten verlopen, kan ik jullie misschien beter het zelf laten doen. Pak je selfiecamera erbij en maak een foto van jezelf. Vergelijk deze foto met wat je ziet in de spiegel en ja, je ziet het direct. Het is een omgekeerde van je versie van jezelf en die foto die je dus net hebt gemaakt geeft de beste representatie van hoe mensen jou echt zien. Alhoewel dit nogal een impact kan hebben op je zelfvertrouwen, zou ik er niet te veel van denken, want dat wat er op een foto staat is natuurlijk een 2D versie van jezelf en mensen zien jou natuurlijk gewoon in het echt in 3D. Dus mensen moeten niet helemaal gedemotiveerd raken door het feit dat je er dus ja, anders uitziet dan dat je gewend bent. Zo zien mensen je eigenlijk al jaren, alleen heb je het zelf niet door. Omdat je zo bent gewend geraakt aan het feit dat je in de spiegel kijkt. Dit was Kort en Bondig voor vandaag, tot de volgende.